Zoals vorige week al aangekondigd in deel 1 van de algemene beschouwingen, kwam gisteravond een amendement op tafel om RealX overeind te houden. Dit amendement wordt mede ingediend door de SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS. Ik zal het niet voorlezen, maar om even de kern samenvatten. De overwegingen staan allemaal in de motie. Waar het in de kern op neerkomt is of we RealX de gelegenheid geven hun werk voor te zetten en een wat structurele oplossingen in plaats van bezuinigingen op te leggen. En dit vraagt eigenlijk aan twee kanten iets. Aan de ene kant de gemeentekant, maar het ligt vooral, zal de bal aan de kant van RealX komen te liggen. Die zullen aan de bak moeten door de komende tijd een bedrijfsplan te presenteren en uit te voeren. En daarvoor hebben ze een aantal mensen gevonden. Die stukken zitten ook bij alle informatie. Ze hebben toch een aantal zwaargewichten gevonden die het bestuur willen vormen. Met de expertise hebben om een gedegen bedrijfsplan op te stellen en dat ook uit te voeren. Daar hebben ze dan wel bij gezet dat er wel enige bestaanszekerheid gegeven moet worden. RealX. En nogmaals, deze structurele subsidie laten wij intact. 125.000, 130.000 euro. Een flink bedrag. Meer dan alle andere sportverenigingen in Apeldoorn samen, want die krijgen niks. Willen wij RealX dus om zeep helpen? Nee. We willen een gezonde, op zichzelf staande, duurzame, naar op de toekomst gerichte organisatie. Daar staan wij achter. Daar staan wij nu achter, stonden we 4 jaar geleden achter en nog langer geleden ook. Wat wij verwachten van zo'n organisatie is dat ze met een businessplan komen, zodat wij kunnen beoordelen waar het geld naartoe gaat, hoe duurzaam deze organisatie is. En niet zomaar met een subsidieaanvraag van 50.000 euro. En dat is datgene wat gebeurd is en daarop heeft het college gereageerd. Wat wij heel graag van RealX zouden zien, van een nieuw uitgebreid bestuur, is een businessplan. En op basis van dat plan kun je beoordelen of de organisatie op eigen benen kan staan, of ze bestaansrecht heeft. En wat er eventueel nodig is daarvoor, wil ik heel graag in gesprek gaan met de nieuwe, naar ik begrepen heb, beoogde bestuursleden, om te kijken wat de mogelijkheden zijn, hoe zij erin staan, op welke termijn zij met een businessplan kunnen komen en wat zij eventueel op basis van de liquiditeit, en daar praten we over, we praten niet over extra subsidie, we praten in eerste instantie als er al iets gebeurt, om te kijken dat de rekeningen betaald kunnen worden. Daar wil ik heel graag met het bestuur, beoogd nieuw bestuur, over in gesprek. En ik wil heel graag hun businessplan afwachten. En ik hoop dan dat daaruit een gezonde, toekomstbestendige organisatie naar voren komt. Amendement wat voor ligt, amendement nummer 10. Ik kijk nog even naar de indieners. U gaat uiteraard in stemming brengen. Hè? Goed, gaan we dat doen? Is er nog behoefte aan een korte stemverklaring? U heeft het hele debat gevoerd. Ik vraag het wel even, omdat het natuurlijk een belangrijk onderwerp is voor u. Niet, dan betekent dat we in één keer de stemming pakken. Ik roep fractiegewijs aan. SP. Voor. 50PLUS. Voor. GroenLinks. Tegen. SGP. Tegen. ChristenUnie. Voor. Gemeentebelangen. Voor. Partij van de Arbeid. Voor. Partij voor de Dieren. Voor. CDA. Voorzitter, tegen, met ook de toezegging van de wethouder dat is dan nog ingespannen voor het gesprek met het bestuur. Vinden wij geweldig. D66. Tegen. VVD. Tegen. En lokaal Apeldoorn. Tegen. Dank u wel. Gaan we even de stemmen. 14 voor. 25 tegen het amendement en 14 voor betekent dat dit amendement is verworpen. U zei enkele weken geleden, dan moet de stekker eruit. Ja, dan zou de stekker eruit moeten. Maar er is nu wel gezegd door de wethouder van aan het nieuwe bestuur, kom met ons praten. En we zijn heel benieuwd wat daar dan nog uitkomt. Het is afwachten. Maar er zal geen extra geld komen, daarover was hij duidelijk. Ja, precies. Nou, wij ook. En geen extra geld betekent direct liquiditeitsproblemen? Ja, die hebben we wel, ja. Dat zeg ik, daar moet over gepraat worden. Waarom was u de vorige keer zo stellig dat u zei, in januari gaat het dan niet meer door? Nee, dat gaat dan ook niet meer door. Als er niks over het burg komt, dan gaat het niet meer door. Dus ondanks dat er goede gesprekken komen tussen een nieuw bestuur, waar de wethouder zijn vertrouwen in uitspreekt. Ik ben benieuwd wat de wethouder daarover te zeggen heeft. Dus voordat wij ons daarover uitlaten, weet ik niet of dat harde conclusies zijn allemaal. Dus daar moeten we eerst over in gesprek.
Hij doet ook een aantal opmerkingen over wat hij van u eist. Daar bent u een beetje verbaasd over. Nou ja, ze zeggen allemaal dat er een beleidsplan had moeten liggen dit jaar. En wij zijn van mening dat er vorig jaar opdracht is gegeven aan de heer Piet Bijl om inzicht te geven in de situatie van Relax, zodat er een concrete beslissing genomen kan worden. En die rapportage die ligt er van meneer Bijl. En nu zeggen ze ineens dat het een beleidsplan had moeten zijn. Ja, als ik dat geweten had, had ik daar veel zwaarder op ingezet natuurlijk, of wij met z'n allen. Dan had dat beleidsplan er nu gelegen, zegt u? Uiteraard. Maar een beleidsplan maak je niet alleen voor een politicus, die maak je ook voor jezelf. Nee, dat snap ik en daar zijn we ook mee bezig geweest. Alleen het wachten was nu op die reportage van de heer Bijl. Hoe gaat u nu dit weekend in? Nou, dat weet ik niet. Dat moet ik nog zien. Opladen. Ik heb geen idee. Kan dat nog? Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. We moeten het afwachten. Hoe gaat u dit met de achterban communiceren? Dagelijks vragen jongeren nou hoe het gaat met Relax en hoe we verder gaan. Ik ga hen waarschijnlijk hetzelfde zeggen als dat ik u zeg. We gaan eerst dat gesprek eens aan met de wethouder en dan zien we het wel. Terwijl we nu hier staan is op de achtergrond de gemeenteraadsvergadering nog bezig. Mm-hmm. Er komt zo dadelijk nog een motie van ChristenUnie. U gaat die niet afwachten, u gaat naar huis, u heeft uw knopen geteld. Wat vraagt ChristenUnie nu nog? Ik heb hem kort gelezen. Ik kan er nog niet inhoudelijk heel sterk op ingaan. Ook dat wil ik nog eens even overleggen met het bestuur, hoe we daarop moeten reageren. Maar zoals dat er nu uitziet, is het natuurlijk een hele treurige zaak. De motie doorskaten. Maar ik vraag de woordvoerder van de ChristenUnie naar voren te komen. De heer Van der Zanden zie ik. En de motie kort op te lichten. Ik zal hem niet helemaal doorlezen. Misschien alleen de oproep, het dictum. Roept het college op om, we zijn blij met de toezegging die de heer CISO eerder heeft gedaan om met RealX in gesprek te gaan. En ik hoop het van harte van niet dat RealX omvalt en dat de personen weg moeten. Maar mocht dat toch de uitkomst van die gesprekken zijn, dat we het subsidiebedrag beschikbaar houden voor de doelgroep en het gebouw. Beschikbaar houden om eventueel een doorstart of overname door nieuwe initiatiefnemer onder dezelfde subsidievoorwaarden zo kansrijk mogelijk te maken. De meeste partijen vonden deze motie, gezien de toezeggingen van de wethouder om in gesprek te gaan met het nieuwe bestuur van RealX, voorbarig. De motie werd dan ook aangehouden. Ze zeggen eigenlijk van wij zijn wel heel erg gecharmeerd van wat RealX allemaal doet. Maar het hoeft niet per se RealX te zijn dat dit uitvoert. Wij willen de toekomst van die skaters veiligstellen en dat hoeft niet per se met RealX. Dan spreken ze zichzelf tegen, want nog een half uur geleden hebben ze gezegd dat ze de mensen zo waarderen die dit allemaal doen en de organisatie waarderen en dat het hem niet in de inhoud zit. En dus die teksten krijgen we dagelijks over ons heen. En dan denk ik niet, waarom zouden ze ons dan nu passeren? Dat snap ik niet. Voelt dat ook een beetje als een steek in de rug naar u toe? Ja, natuurlijk. Ja. Want hoe lang zijn jullie bezig geweest met deze voorziening? Het is nu het 13e jaar, geloof ik, dat we bezig zijn, sinds 2005. En daar hebben we ons met hart en ziel op ingezet. En we hebben het altijd best wel moeilijk gehad, ook dankzij alle beslissingen van de gemeente. Misschien wel juist wel. We hebben natuurlijk ook subsidie gehad, daar zijn we ook dankbaar voor heus. Maar men weet al heel lang dat het zo niet uit kon. En ze hebben daar weer het bewijs van gezien en weer wordt het genegeerd. En is het überhaupt dan mogelijk dat een externe partij, mocht RealX omvallen, dat dan overneemt? Nou, ik betwijfel het of ze het voor minder kunnen doen.